Frank Verhelle, wethouder, gemeente Terneuzen, die is er eigenlijk. Als die kan, en als die thuis is en als die wilt, is die er altijd. Dus ja, Frank, het is de zoveelste keer dat je hier in het museum iets opent. En het is toch iedere keer wel hartstikke leuk dat we toch weer een nieuw onderwerp en een nieuw onderdeel van het dorp aan kunnen snijden. Toch wel een geweldig mooi item, Sluiskeel Oost, maar dan zonder eigenlijk de fabrieken. Dus de nadruk ligt op de bewoners. Die fabrieken hebben we eigenlijk allemaal gehad. Nou, ik zou zeggen, ga je gang en succes en hopelijk krijg je heel dat publiek mee. Ja, in ieder geval dank weer dat ik hier aanwezig mag zijn. Sluiskeel, mijn geboorteplekje. Van jou hou ik het meest. Aan jou weet ik dit lied. Vergeten, vergeten, dat doet ik jou niet. Dat doen ze dus middels een lied, middels een gedicht. Wat jullie doen is eigenlijk ook Sluiskeel niet vergeten. Maar jullie proberen inderdaad zoveel mogelijk Sluiskeel te herinneren. Middels foto's, middels objecten, middels verhalen. Want volgens mij op het moment dat je hier naar het museum komt, dan ga je niet alleen kijken naar de zaken die hier liggen. Maar dan kom je ook vaak in gesprek met de oud-Sluiskeelenaar. En volgens mij komt daar nog veel meer van de geschiedenis naar boven. Nou, ik denk dat dat ook zeker gaat gelden voor Sluiskeel Oost. Ik heb in de krant al een klein stukje mogen voorgenieten van een paar oud-Oost-Sluiskeelenaren. Wat daar al loskomt. Dus ik kan me voorstellen dat live helemaal mooie verhalen gaan worden. Dus wat dat betreft, voor het komende half jaar Sluiskeel Oost vol in de schijnwerpers. En ik hoop inderdaad dat ook velen deze kant uitkomen om Sluiskeel voor het eerst te leren kennen. Maar ook misschien juist hartstikke leuk om weer een beetje terug te kijken. Oude Sluiskeelenaren die dan toch het dorp verlaten hebben. Ja, om wat voor reden dan ook, die dan weer terugkomen in een soort reunie. Nou, dat is eigenlijk een beetje de functie van een museum, van een tentoonstelling. Ja, volgens mij is dat het eerste. Namens de organisatoren uitnodigen om de tentoonstellingenruimte te betreden en genieten van het verleden Sluiskeel Oost. Thank you.
Ik ben Stanny Gijssel. Ik ben geboren en getogen in de Cité, het Villapark. Dit was onze woning. Hier ben ik dus geboren en tot mijn 21ste jaar gewoond. Ik sliep op zolder met nog drie broers van mij. Dit was een slaapkamerraampje, dakraampje. Hier staat nog ons woning een keer. Hier was al iets later, want hier stond naast ons, stond al leeg. En is later niet meer bewoond geworden. We hebben daar gewoond tot 1976. En dat kwam omdat mijn vader die werkte dus op de Lazotte vanaf 1930 al. En toen die trouwde in 1945 is hij daar met mijn moeder komen wonen. En in 1976 zijn we daar weggemoeten eigenlijk omdat mijn vader hartpatiënt was en zat al 2 jaar in de ziektewet en daar moest hij weg. Had je vader een vooraanstaande positie dan? Nee, hij was subhoofd van de boekhouding. Dus dat was een functie om daar te wonen? Blijkbaar. En dit was bijvoorbeeld onze achtertuin. Ik kan me nog herinneren dat we die serre gebouwd hebben. Was het altijd plezierig wonen in Sluiske Oost? Wij vinden allemaal van wel. Mijn broers en zussen en we waren met 10 kinderen. Dus we waren met een grote hoop. En met de kinderen die daar ook in het Villapark woonden, dat was heel veel samenspelen. We hadden heel veel vrijheid daar. Er was heel veel om te kunnen doen. Er was een tennisbaan, er was een voetbalveld. We konden pingpongen. De weg was heel vrij. Het was maar 30 kilometer zone. En er wezen alleen voor omwonenden. Dus we konden heel veel op straat spelen. Had je nooit last van de fabrieken? Ja, wat is last? We wisten niet beter. Dus het was wel eens lawaai en stof en dat soort dingen meer, maar je wist niet beter. Dus dat... Dus je hebt een plezierige herinnering aan? Zeker. Ja, heel zeker. Vandaar dat u nu zich inzet voor de tentoonstelling Sluiskil Oost. Onder andere natuurlijk. Meneer Van Schaik, ook afkomstig uit Sluiskil Oost. Jazeker. Hoe lang heeft u daar gewoond? Ik heb er 22 jaar gewoond. Waar heeft u gewoond? Ik heb gewoond in de Vinkestraat, ongeveer halverwege de Vinkestraat. De eerste woning aan het laatste blokje, dat noemen ze toen de Witte Wijk. Kunt u woning. Mij aanwijzen? Jazeker, kijk, hier staat een busje en dan hier de eerste woning in dit rijtje. Dit rijtje was een rijtje van pakweg 10 woningen en de eerste woning daar woonde ik. En daarboven? Hier ook, kijk, je kan het nog een keer zien in de Vinkestraat. Het was eigenlijk de belangrijkste straat om binnen te komen. Die had je een, dat noemen we de April.
De april noemen we dat, hè. Dat is de afrit. Dat lag lager. Hier was de dijk van het Kraal. En hier kwamen veel mensen binnen. En die gingen dan zo naar het Leisterplein, Berenstraat en noem maar op. Dus dit was best een drukke straat ook altijd. Heeft u daar plezierig gewoond? Ongelooflijk plezierig, ongelooflijk. Had u geen last van de fabrieken? Nee, het is heel gek. Want de stof dat zat in je oren, in je neus. Tussen de lakens, want die huizen waren natuurlijk ook niet zo echt helemaal dicht. En de mensen die leefden daar. U een brokje nostalgie vandaag? Ja, zeker. Goed, met goede herinneringen. Hele goede herinneringen, ja. Ik heb hier mijn jeugd doorgebracht en jeugd is toch belangrijk, hè, voor de rest van je leven. Zeker, heel goede herinneringen.